Luisteraars in de landen, een goede avond. We staan wederom verbonden met de studio van Anton en Wilma op de welbekende zondagavondprogrammering van de Drentse Piraten. Natuurlijk, daar gaan we weer op deze welbekende zondagavond. Tot aan de klok van een uurtje of half elf vanavond. Met weer gezellige verzoekplaten. Uiteraard verzoekplaten bestemd voor iedere luisteraar, voor iedere amateur, iedere vriend en iedere vijand. Want of je nou vanuit het noorden, het oosten, het zuiden of het westen komt. Ook op deze zondagavond hoor je er allemaal weer gezellig bij, ja? Goed, uiteraard zijn die platen bestemd voor alle familieleden van de studio. Uiteraard de platen vanavond ter ronde, speciaal voor de buurtjes links en rechts, voor en achter. Goed, en uiteraard kunnen we er samen weer een gezellige boel van maken. Want jij kunt erbij zijn, de bezoekservice staat weer open. En jij kunt laten weten dat je weer luistert vanavond, hè? Het is mogelijk via onze welbekende website met de optie op verzoekjes klikken. En anders via verzoek@drentsepiraten.nl. Komt alles hier in de studio binnen. De platen die aangevraagd worden, worden ook uiteraard gedraaid, hè, als ze in ons bezit zijn. Goed, onze jukebox is rijkelijk gevuld voor deze zondagavond, dus kom er maar bij. Laat maar weten dat je luistert, hè. Uiteraard die platen vanavond zijn ook uiteraard bezend voor alle collega-dj's van de Drentse Piraten. Ook de platen jullie kant op aan, jongens. En natuurlijk zoals elke zondagavond, na een half uur, de eerste serie met reacties. Dus kom er gezellig bij, doe maar lekker mee. Natuurlijk, je bent afgestemd hier vanuit het hartje van de Midden-Betuwe. Op Anton en Wilma op de welbekende zondagavond. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door betondingen.nl en handelsonderneming van Vegen uit Linden. Als ik 's morgens opsta, ben jij alweer weg. Het is steeds weer hetzelfde. Er is geen woord gezegd. Ik zit hier alleen aan de tafel en kijk naar de wand. En ook geen enkele avond ben ik van jou een reikende hand.
dat wist hij al meteen. Maar ineens ben jij veranderd, ben jij anders dan voorheen. Eén ding moet je mij beloven, laat me gaan. Laat me los. Nog niet gehoord? Vraag hem aan via www.drentsepiraten.nl. Het leven is voor hen een ware hel.
Het dak zakt haast naar elkaar. En alles is zo stoffig, vuil en oud. De regen slaat met vlagen door de kieren van het dak. In ons hutje aan de rand van het groene woud. Roosjes bloeien op de heide. Roosjes zachter dan satijn. Meisje, jij moet niet zo blozen als ik vraag of jij mijn vrouw wilt zijn. Op een dag ben ik gegaan waar ik eens kwam ver vandaan. Ons hutje aan de rand van het groene woud. Wij voelden er ons gelukkig in het landje zonder goud. Al in ons hutje aan de rand van het groene woud. De scharnieren die piepen zwaar. Het dak zakt haast in elkaar. En alles is zo stoffig, vuil en oud. De regen slaat met vlagen door de kieren van het dak. In ons hutje aan de rand van het groene woud. Sterren flonkeren aan de hemel. Er is er maar één die helder blinkt. Er zijn zoveel meisjes op de wereld. Er is er maar één die ik zo teer bemin. Op een dag ben ik gegaan waar ik eens kwam ver vandaan. Ons hutje aan de rand van het groene woud. Wij voelden er ons gelukkig in het landje zonder goud. Al in ons hutje aan de rand van het groene woud. De scharnieren die piepen zwaar. Het dak zakt haast in elkaar. En alles is zo stoffig, vuil en oud. De regen slaat met vlagen door de kieren van het dak. In ons hutje aan de rand van het groene woud. De scharnieren die piepen zwaar. Het dak zakt haast in elkaar. Alles is zo stoffig, vuil en oud. De regen slaat met vlagen door de kieren van het dak. In ons hutje aan de rand van het groene woud. In ons hutje aan de rand van het groene woud. In ons hutje aan de rand van het groene woud. In ons hutje aan de rand van het groene woud.
Zij had haar hart voorgoed aan hem verloren. En ze bleef haar blonde zeeman trouw. Maar op een morgen kreeg zij te horen dat hij nooit meer komen zou.
jongens, wat een lekker stukje muziek dit, hè. De plaat van Rosita met de Club 68. En de mooie piratenschijf, hij heette Luister in mijn oren. Goed, de amateurs en de luisteraars in de landen, een goede avond. We staan rechtstreeks verbonden met de studio van Anton de Bulma op de welbekende zondagavond hier bij de Drentse Piraten. Goed, momenteel 12 minuten over de klok van 6:30. En we gaan beginnen met de eerste serie reacties die alweer binnen zijn gekomen. Goed, hier staat Hoi Anton, we luisteren ook weer gezellig mee in Dodewaard. En wil graag een verzoekje horen van Henkie Dame en Waarom huil je toch mee, mijn lieveling. Anton, de groeten vanuit Dodewaard. En wel namens Louisa en Marinus. Natuurlijk Louisa en Marinus, ook jullie bedankt voor de reactie. De plaat van Henkie Dame en Waarom huil je toch mijn lieveling. Die plaat is gedraaid en ik hoop uiteraard dat het goed is, joh. Nogmaals bedankt voor de reactie. Ja, luister maar gezellig mee daar, hè. Goed, hier staat. Hey Anton, wil je even een plaat draaien? Speciaal voor Rita, voor Sanne, voor de Titanic met Mia, voor de Montevideo en Yvonne. En ook voor jullie zelf daar. En bedankt natuurlijk. Bedankt Anton. En doe maar het plaatje van het Suzanne Trio met de kinderboerderij. En de groeten namens Johan Pol. Natuurlijk onze Johan ook bedankt voor de reactie. Ga ik uiteraard wat mooie platen die kant op aansturen. De plaat van het Suzanne Trio met de welbekende kinderboerderij. Ook die plaat is opgezocht, is afgestoft en wordt ook uiteraard zometeen gedraaid hier, hè? Goed, uiteraard gaan we ook wat mooie platen meedraaien. Doe ik even speciaal voor onze Freddy Renkema. Anton, we luisteren weer gezellig mee vanavond. Succes, kerel. En als het kan, een leuke polka. Nou, dat komt goed, hè. Natuurlijk onze Freddy ook bedankt voor de reactie, kerel. Blijkt zijn ook uiteraard speciaal voor die kant bestemd vanavond. En ik zoek er een mooie polka bij, Freddy, hè. Komt goed, kerel. Je luistert maar mee, hè. Goed, ook hier staat een goedenavond Anton en Wilma. Ook wij luisteren weer gezellig mee vanuit Meppel. En de groetjes komen namens André en Boe. Natuurlijk onze André en Boe vanuit Meppel. Ook jullie bedankt voor de reactie natuurlijk. Plaatjes gaan ook uiteraard speciaal naar die kant vanavond. Ja, ik zal er wel tijd van maken even vanavond. Voor onze Wisnie Broncos. Komt goed, André en Boe. Je luistert maar mooi mee, hè. Goed, die staat, ja, onderuit gezakt in mijn luie stoel. Hoofdtelefoon op en de zondagavond kan beginnen. Heerlijk dat jullie er weer zijn en een fijne avond voor alle luisteraars. En de groeten vanaf de Triangel namens Heidi. Natuurlijk onze Heidi ook weer bedankt voor de reactie, meid. Plaatjes gaan ik uiteraard speciaal naar die kant vanavond. Ja, luister maar lekker mee daar. Onderuit gezakt in de stoel natuurlijk. Dan ga ik uiteraard wat mooie platen speciaal naar die kant sturen. Goed, komt een reactie binnen van Tineke. Ik wou graag de plaat horen van Willy Batenburg en Oene Meina Mats Tirol. Die moet ik zoeken. Ik ga mijn best doen, Tineke. Als ik hem kan vinden, wordt hij ook uiteraard gedraaid. De plaat van Willy Batenburg natuurlijk. En ik zei het al, hè. Ik ga hem erbij pakken. Ik zoek hem op. En als ik hem snel kan vinden, wordt hij ook snel gedraaid, hè.
Goed, uiteraard ga ik ook wat mooie platen meedraaien. Doe ik even speciaal voor de firma Grenskikker. Onze Maintain Mata vanuit Immerkompas. Bok hem erop, maat. Gas met de handel. En zo is het, Maint, hè. Bedankt voor de reactie vanaf Immerkompas natuurlijk. De blaadjes zijn ook speciaal voor jullie bestemd vanavond, hè. Natuurlijk onze Toos Kruisinga ook. Bedankt voor de reactie vanaf de locatie Oldenzaal. Plaatjes gaan ook uiteraard speciaal naar die kant vanavond. Ja, luister maar mooi mee, hè. Goed, hier staat een goede avond. Anton de Wilma, weer een beetje opgeknapt. Ja, dan wens ik je weer heel veel draadplezier en een fijne avond. En de groeten vanuit Sittard namens Nora. Natuurlijk onze Nora ook weer bedankt voor de reactie, meid. Nou, die 100% zullen we nooit halen, denk ik, maar... We zijn wel opgeknapt, hè. Goed, ik heb een mooie plaat van Willy Nelson. Heb ik speciaal klaarstaan voor onze Nora vanuit Sittard natuurlijk. En nogmaals bedankt voor de reactie, hè. Goed, jongens, draai ik wat mooie platen mee. Speciaal voor Henry van Holland. En dan maar vanaf de overkant van de Waal natuurlijk. Natuurlijk onze Henry met de verdere huisgenoten. Ook jullie bedankt voor de reactie. Luister maar gezellig mee, jongens, want de plaatjes zijn ook speciaal voor jullie bestemd, hè. Luidjes over een half uurtje. De volgende serie met reacties. En jij kunt erbij zijn via verzoek. Apenstaartje drentsepiraten.nl. En anders rond via onze welbekende website, hè. Even de optie van verzoekjes aanklikken en jij bent erbij vanavond. Ik zou zeggen, doe maar lekker mee. Want we zijn inderdaad zeer benieuwd waar die aanstaat weer op deze zondagavond. De zondag van 27 januari alweer. Dicht bij jou voel ik me beter. Dat besef ik steeds maar weer. Zonder jou slaat de stilte om me heen. Als ik jou zie, ik hoop wel gauw. Vraag ik één ding met liefde aan jou. Laat vandaag de zon voor ons maar schijnen. Deze dag duurt mij niet lang genoeg. Breek de avond straks aan, straalt het licht van de maan. En gaan we door tot morgen vroeg. Al die uren met jou kleurt mijn licht hemelsblauw. Deze dag duurt mij nooit lang genoeg. Dans met jou op elke zonnestraal. En de wind neemt ons mee naar een plek voor ons twee. Twee harten met dezelfde taal. Als de liefde dan wint en ons twee daar verbindt, krijgt vandaag een mooi liefdesverhaal. De zon voor ons maar schijnen. Zet de tijd
de dageraad verdrijft de nacht en het blakke water spiegelt in de haven. Ze zijn aan boord, het is stil in de kajuit. De redders wachten tot de noodklok luidt. De wind trekt aan, de zon verdwijnt. Donkere wolken razen door de hemel. De horizon vervaagt steeds meer en meer. Achter de golven, de zee gaat wild tekeer. Verbergt zijn angst en pijn. De zee die geeft.
kinderdromen. Maar jij moest hier gaan, daarna de eeuwigheid. Jij bent mijn grote liefde, mijn engel bij de sterren. Onze dromen voel ik nog diep in mij. Ja, jij bent een leven van ons gevaarde water. Elke dag zei ik nog, ik hou van jou. De kleine dingen van ons samen. Mijn grote liefde, mijn tijd zal komen dat ik weer bij jou ben. Jij blijft mijn grote liefde, mijn engel bij de sterren. Onze dromen voel ik nog diep. Mooi, mooi toch huren. De rest hem weer op deze zondag hoomt. Die kanonnen u de Betuwe. Ja man, dat is hem weer. De Atletico en Wilma vanuit Flipjesland. Een oud verhaal kun je horen als je wil. Het is een droom. Sluit je ogen en wees stil. In een gouden sprookjesboom, dan weet je niet, is dit waarheid of een droom? Yeah.
ik dat ze zeggen. Heel zijn leven was een feest.
wordt er wel heel veel aangevraagd, hè. En daarom draaien we ook deze keer weer speciaal voor onze André en Bowe vanaf Meppel. Wesley Bronkhorst en de welbekende Trots op jou. De luisteraars van de Drentse Piraten, je hoort het weer, hij ligt weer op de draaitafel. En wel de welbekende Stonden Polka. En natuurlijk zometeen komt ook weer James Last erachteraan. Want er zijn wederom een stuk of wat reacties binnengekomen. En op deze zondagavond van de 27e van januari alweer, gaan we ze ook weer allemaal voorlezen. Goed, die staat ook hier in de Weerdingenmond wat er geluisterd. En draai wat platen mee naar eigen keuze. Speciaal voor jullie zelf, dankjewel. En verder voor alles wat luistert. Met de groeten vanuit de Weerdingenmond namens de firma Deinekort met Anja. Uiteraard de firma Deinekort met Anja. Ook jullie bedankt voor de reactie vanaf de Weerdingenmond natuurlijk. Laatjes gaan ook uiteraard speciaal naar die kant vanavond. Ja, luister maar mooi mee, hè. Er komt een reactie binnen namens Frank Bogers. Ook graag de plaat horen van Willem Bart en Al word ik dan wat ouder. Nou Frank, ik hoop dat je opgelet hebt, kerel, hè, want de plaat is gedraaid en ik hoop uiteraard dat het goed is. Frank Bogers, bedankt voor de reactie. En ik zei het al, ik hoop dat het goed is, joh, want de plaat van Willem Bart is gedraaid. En luister ook maar gezellig mee, hè. Die staat, hallo Anton en Wilma, graag de nieuwe plaat van de informatie De Moonlights en de Sunstreams. Die plaat speciaal voor Toos, voor Aad en Anita, voor Erik, voor Angela en voor Stijn. Natuurlijk voor jou en voor Wilma, dankjewel. En verder voor alle luisteraars. En de groeten namens Henk ten KT vanuit Zwolle. Natuurlijk onze Henk ook weer bedankt voor de reactiekerel vanaf de locatie Zwolle. De blijft waarschijnlijk uiteraard speciaal naar die kant vanavond. En de allernieuwste plaat van de formatie De Moonlights samen met de Sunstreams is ook gedraaid. En ik hoop uiteraard dat het goed is, Henk. Natuurlijk de B-zijde van de single pakken we er ook nog wel even bij, Henk. De plaat Het Oude Dorpje. Ja, ook die wordt nog even gedraaid vanavond, dus blijf erbij, Henk. Bedankt voor de reactie, kerel. Goed, hier staat Hallo Anton de Wilma. Graag een leuke plaat speciaal voor jullie dagen. Bedankt. Een plaatje voor Corrie van Doren, voor Toos, voor het MDS-team, voor Nora Bentley. En verder voor iedereen die luistert. En graag de plaat van Wesley Bronkhorst en Trots op jou. En een leuke plaat van de Locomotions. Groetjes Anton en een knuffel van Marina vanuit Harderwijk. Natuurlijk onze Marina ook weer bedankt voor de reactie vanuit de Flipperstad. De plaatjes gaan ook uiteraard speciaal naar die kant vanavond. De plaat van Wesley Bronkhorst, hij is gedraaid. En de plaat van de Locomotions is opgezocht. Staat klaar en wordt gedraaid, Marina. Bedankt voor de reactie. Luister maar mooi mee, hè. Goed, die staat hoi Anton de Wilma. Heb de oren ook weer open. Mooie muziek. Dan kun je even de plaat van Jannes en jou kennen. Ik ben mijn ogen dicht. Even voor Petra de lucht inslingeren. En even speciaal voor alle luisteraars de plaat van de Heikrenkels met het mooie nummer Maruska. En de groeten vanuit de Buinen namens Harm. Natuurlijk Harm ook bedankt voor de reactie, kerel. De plaatjes gaan ik uiteraard speciaal naar die kant vanavond. Een mooie plaat van de informatie, de Heikrekel staat daar. En Jannes, hij komt er zometeen meteen achteraan, hè. Want jou herken ik met mijn ogen dicht. Goed, we gaan uiteraard ook wat mooie platen meedraaien. Ga ik doen richting het Amstel Cafeetje in Eihorst. En wel speciaal voor de firma Rodeo, onze André en Belinda. We zijn er ook weer bij en een fijne avond, Anton, en bedankt. Uiteraard de firma Rodeo,
Luister ook gezellig mee natuurlijk. Luidjes zijn ook speciaal voor jullie bestemd vanavond. En het gaat helemaal goed komen, hè? Anton, we luisteren ook weer mee. Succes natuurlijk. En de groetjes aan Wilma, dankjewel. En de groetjes komen namens Dini en Joppie vanaf Appingedam. Natuurlijk onze Dini en Jop. Ook jullie bedankt voor de reactie. Ga voor Joppie nog eens een mooie polka erbij pakken. Hè? Komt goed. Ja, luister maar mooi mee daar in Appingedam. Want de plaatjes zijn ook speciaal voor jullie bestemd. Luidjes, we gaan verder met de volgende serie vocale schrijven. Voor de volgende serie met de reacties. Je weet de bekende weg ondertussen wel, hè? Over een half uur de volgende serie. Bij me elke dag. Stralen zie ik dan jou lang. En met jou weer aan mijn zij is geluk, dat maakt me blij. Jij bent een deel van mij. Soms dan kijk ik even terug naar die jaren van geluk. En wil zo graag nog elke dag heel lang genieten van jouw lach. Want jou herken ik met mijn ogen niet. En zie in al mijn dromen jouw gezicht. Dat geluk dat jij me geeft. Zolang ik met je leef, is als het sterrenlicht. Want er is niemand die zo straalt als jij. Ik wil mijn hele leven jou dichtbij. Zeg me dat je nooit meer gaat en mij hier achterlaat. Blijf toch bij. De woorden die ik jou nu zeg, die zijn gemeend en heel oprecht. Wat jij met jouw liefde doet, doet me elke dag weer goed. Ik heb me aan jou gehecht. Ik hoop dat dit voor altijd blijft. Niets moois dat ik ooit nog heb. Met jou heb ik wat ik verlang. En hoop mijn hele leven lang. Want jou herken ik met mijn ogen dicht. En zie in al mijn dromen jouw gezicht. Dat geluk. Dat jij me geeft, al zolang ik met je leef, is als het sterrenlicht. Want er is niemand die zo straalt als jij. Ik wil mijn hele leven jou dichtbij. Zeg me dat je nooit meer gaat en mij hier achterlaat. Blijf toch. Dat je nooit meer gaat en mij hier achterlaat. Blijf toch bij mij. Goedendag, hoe maakt u het?
Wij maken het van hout. Overkappingen, schuren, schuttingen, carports, handelsonderneming Van Viegen. Maakt exclusieve houtbouw. Wil je het zelf maken? Je vindt ons in Lienden en online. Bijvoorbeeld voor het bestellen van bouwmaterialen of bouwpakketten op maat. Van Viegen. Via het internet. vanviegen.com. Vroeg pensioen.
al zitten voor het raam. Hendrik van Dijk, terwijl de anderen naar hun werk toe gaan. Hendrik van Dijk voelt zich nog geen oude.
is mijn leven. Van mij zie je alleen waar ik zo van hou. Die vreugde en geborgenheid nooit in mijn bestaan zo gehad. Nooit in mijn bestaan zo gehad.
andere baan. Door zwermen die men er voor die. Dan weißt du nicht mehr, wie mein Herz für dich brennt. Und denkst du auch nicht mehr an mich. Oh, Maruschka, mein Zigeunerkind. Ich höre oft im Träumen, wie schön du für mich singst. Mein Zigeunerkind, kennst du nicht den Schmerz, den du mir bringst? Kennst du nicht den Schmerz, den du mir bringst? Luisteraars en amateurs, u bent opnieuw verbonden met de bekende amateurzender Atletico. En met de buurvrouw dat.
vreselijk gegil. En met de buurvrouw zus en met de buurvrouw zo. Nee, die Red Bull stond niet stil. En met de buurvrouw dit en met de buurvrouw dat. Maar toen was het al te laat. Want ze gooiden mij in vogelvlucht met mijn handeltje op straat. Die van mij naar de stad, dus ik dacht, weet je wat, nou kun jij ook eens fijn profiteren. Wie niet waagt, die niet wint, wie niet zoekt, die niet vindt, en je kunt het allicht eens proberen. Maar ik zat goed en wel, en opeens ging de bel, ik was meteen al in hogere sferen. Want ik kreeg mijn lel, oei, ik zat in de knel, het was mijn vrouw met mijn koffers vol kleren. En met de buurvrouw dit, en met de buurvrouw dat, het was een vreselijk gegil. En met de buurvrouw zus, en met de buurvrouw zo, nee, die rappel stond niet stil. En met de buurvrouw dit, en met de buurvrouw dat, maar toen was het al te laat. Want ze gooiden mij in bovenlucht, met mijn handeltje op straat. Maar wat had je gedacht, in het holst van de nacht, ik kan het nog steeds niet geloven. Als een vogel zo vrij, kroop de buurman bij mij langs de regenpijp stiekem naar boven. Maar ik dacht oelala en toen klonk ik hem na om te kijken wat of hij zou willen. Ik zat weer in de knoei, want ik kreeg mijn loei, die van mij wou mijn leven gaan willen. En met de buren dit en met de buren dat, het was een vreselijk gegil. En met de buren zus en met de buren zo, nee, die rempel stond niet stil. En met de buurvrouw dit en met de buurvrouw dat, maar toen was het al te laat. Want ze gooiden mij in vogelvlucht met mijn handeltje op straat. En met de buurvrouw dit en met de buurvrouw dat, het was een vreselijk gegil. En met de buurvrouw zus en met de buurvrouw zo, nee, die rempel stond niet stil. En met de buurvrouw dit en met de buurvrouw dat, maar toen was het al te laat. Want ze gooiden mij in vogelvlucht met mijn handeltje op straat. Want ze gooiden mij in vogelvlucht met mijn handeltje op straat. Nog jongen en onervaren, te jong, nu was ik voor jou. Er wachtte mij eenzame jaren, maar vergeten zal ik niet zo. Bye.
Oh jongens, wat een gezellige deuntjes weer vanavond, hè. Dennis de Weert. Was wel de zingende lumpia boer, hè. De plaat Nog Jong. Goed, luisteraars en de amateurs in de landen. Onze studiotijd staat momenteel op 8 uur. En het is de hoogste tijd voor de volgende serie met reacties. En dat had je lang in de gaten natuurlijk, want je hoorde de bel beginnen in de Stollandpolka weer, hè? Goed, uiteraard gaan we wat mooie platen meedraaien. Dat gaan we doen, speciaal voor Jan en Leni vanuit Maasbracht. Natuurlijk Jan en Leni, ook jullie bedankt voor de reactie. En mooi dat je er weer bij bent vanavond, jongens. Paardjes gaan ook uiteraard speciaal naar de locatie in Maasbracht, natuurlijk in Limburg. Ja, luister maar gezellig mee, hè. Goed, en vanaf de locatie in Maasbracht in Limburg gaan we naar de locatie Oldenzaal. Want daar zit de firma TBO natuurlijk, onze Jan en Monique. Succes vanavond, Anton, en de groeten vanuit Oldenzaal. Natuurlijk ook Jan en Monique, ook jullie bedankt voor de reactie. Plaatjes zijn ook uiteraard speciaal voor jullie bestemd. En ik zal er speciaal voor oom en Jantje daar een mooie volken opzoeken, hè? Komt goed, luister maar mooi mee, hè? Goed, en als we dan over een polka hebben, dan doe ik deze verzoek laten wij van de Albatros en de feestent. En we zijn erbij, Anton, en draai maar eens een mooie, de vette polka. Met de groeten namens de firma Albatros en de feestent daar, hè? Bedankt jongens voor de reactie. Ik heb er een mooie polka bij staan. Dus komt voor mekander, luister maar mee. En bedankt voor de reactie uiteraard, hè. Goed, uiteraard gaan we ook wat mooie platen meedraaien. Ook speciaal voor de familie Wessels. We luisteren ook weer gezellig mee, Anton. Natuurlijk onze Miranda, onze Erik. Natuurlijk Esme. Ik heb even de andere naam kwijt, hè. Oh, dat is vervelend. Oh. In ieder geval de familie Wessels, ook jullie bedankt voor de reactie. Kom zo meteen wel op de naam, hè. Luister ook gezellig mee daar aan die kant. Plaatjes gaan we ook uiteraard speciaal naar die kant sturen. En een mooie plaat van Jannes. Ja, draai ik zo nog wel even mee, hè. Komt goed, luister maar mee, hè. Goed, hier staat Hey Antonio. Draai maar eens iets mee, speciaal voor alle luisteraars. Voor Jan en voor Roelie, voor André en Belinda en voor jezelf en voor Wilma, dankjewel. En de groeten vanaf Dodewaard namens Erdi en Ria. Natuurlijk Ed en Ria, oftewel de Santa Maria. Ook jullie bedankt voor de reactie. Zoek er een mooie Duitsstalige plaat even bij uit, hè. Komt goed, kerel. Je luistert maar mooi mee daar in Dodewaard. Want de blaadjes zijn nog speciaal voor jullie bestemd, hè? Goed, ook hier staat weer graag een blaadje speciaal voor alle luisteraars. En dit wordt aangeboden door Henny en Koos P. uit Ochten. Natuurlijk Henny en Koos, ook jullie bedankt voor de reactie, de Smully Holiday. Blaadjes zijn ook uiteraard speciaal voor jullie bestemd. Ja, luister gezellig mee, hè? Goed, dan doen we maar eens een lekker stukje piratenmuziek. Met de groeten namens Henk Krom vanuit Oudoren. Natuurlijk Henk ook bedankt voor de reactie, kerel. Ga ik uiteraard een mooi stukje piratenkrakers ook even naar die kant sturen in Oudoren in Drenthe. Komt goed, Henk. Goed, die staat. Hallo Anton, draai maar iets mee speciaal voor jullie daar met elkaar. Dankjewel. Voor Suutje, voor Jikke, voor Marina Tombal, voor Corrie van Doren en iedereen die weer gezellig meeluistert. En Anton bedankt en de groetjes van Nora. Natuurlijk onze Nora ook even bedankt voor de reactie, meid.
De blaadjes gaan ook uiteraard speciaal naar die kant vanavond. En er komt wat moois voorbij zometeen weer, hè. Goed, die staat. Hallo. Ik kom ook even een tweetal verzoekjes aanvragen. De plaat van Maria Goossens en Je Vader is Hier. En graag de plaat van de George Baker Selection met Baby Blue. En wel de plaat is speciaal voor Henk, voor Marina, voor Aad en Anita. Voor jullie daar, dankjewel en alle bekenden. Alvast bedankt en het klinkt weer goed. Hier wordt geluisterd vanaf de Luie Bank. Daar zijn ze voor, hè. Anton de Groeten van Toos. Natuurlijk onze Toos. Blijft er lekker bij liggen vanavond. Plaatjes gaan ook uiteraard speciaal naar die kant vanavond natuurlijk. En de plaat van Maria Goossens en Je Vader is Hier. En de bekende George Baker Selection met de Baby Blue. Ook die staat klaar en wordt gedraaid, hè. Kijk, als je hoort het, ik word gelijk geholpen door de familie Wessels. Het was Elvira. SB, Elvira. Onze Miranda en onze Erik, hè. Bedankt, Miranda, hè. Jongens, de hoogste tijd weer voor de vocale schijven. En dan gaan we dus over een half uur, ja, echt over een half uur verder met de reacties. Want ze komen fantastisch binnen vanavond. Doe maar lekker mee. We zijn benieuwd waar die aan staat, hè. Verzoek, apenstaartje, drentsepiraten.nl. En anders via de welbekende website even de optie van verzoekjes. En dan ben je erbij vanavond. We gaan verder met de Sunstreams. Als het lente wordt in Amsterdam. Nou, dat duurt wel even af de knijten van vanmiddag, hè.